We praten vandaag met de voorzitter van de Surinaamse Tennisbond, dat is Diego van der Zwart. Nou, hij vertelt ons wat meer over hoe de Tennisbond omgegaan is met COVID-19. Maar het afgelopen weekend hadden ze weer eens een tennistoernooi. Dit keer Leo Chenaji Senior Jeugd Tennistoernooi. Wel, de STB heeft na heel lang wachten is het gelukt om toch weer een toernooi te organiseren. We hebben hiervoor speciaal toestemming van het BOG en het Outbreak Management Team gevraagd. We hebben onze protocollen gepresenteerd en die zijn uiteindelijk goedgekeurd. Dat is wat was voor ons heel belangrijk, want de veiligheid van de spelers, van het publiek, was zeer belangrijk voor ons. We hebben eigenlijk ook met opzet niet te veel openbaar gemaakt, want we willen die grote crowds niet aantrekken op dit moment. Natuurlijk is het wel leuk dat iedereen komt kijken naar tennis, maar we moeten nu even een beetje water in de wijn doen en roeien met de riemen die we hebben. We zijn al lang blij dat de kinderen op de banen bezig kunnen zijn. Tennis is gelukkig een van de sporten die met genoeg social distancing, om het zo te noemen, beoefend kunnen worden. En dat is wat de STB betreft, hebben we een beetje geluk daarmee. Het is geen contactsport. De kinderen blijven op afstand. We hebben bepaalde protocollen in place waar ze bijvoorbeeld geen high-fives aan elkaar mogen geven. Ze mogen elkaar geen brassas geven als ze elkaar feliciteren of elkaar groeten. De kinderen moeten ook een ontsmettingsmiddelen bij zich hebben. Dus dat zijn dus bepaalde regels. Als er een grote crowd is, moeten ze een mondkapje opdoen. Als de officials met ze gaan praten, moeten ze het met een mondkap doen. Dus, en zo zijn er wel ook regels van de club zelf. Daarom moeten we ons ook aanhouden natuurlijk. Dat de club heeft zelf ook protocollen wat COVID-19 de COVID-19 situatie betreft. Hebben zij ook hun eigen dingen die ze, waarom wij ons moeten houden. Want uiteraard zijn de banen van de club. Ik moet zeggen, we zijn de club Oase ook heel dankbaar, want ook zij hebben heel veel meegeholpen om dit te kunnen realiseren. En dat was voor ons zeer, zeer aangenaam. Het is nu eigenlijk het tweede toernooi van dit jaar. Het eerste toernooi was in februari, eind februari was het gepland. We zouden net starten en toen kwam het coronavirus. En alles was toen dus natuurlijk gesloten en er waren bepaalde protocollen in place gezet waar we eigenlijk het toernooi voorlopig niet meer konden implementeren eigenlijk. En we hebben de sponsor gevraagd als ze geduld konden hebben. Het is eigenlijk dezelfde sponsor, Guimar. Die heeft toegezegd en ze zijn nog steeds gelukkig. Hebben ze ons nog steeds ondersteund met het toernooi. Dat was voor ons zeer zeer, zeer goed en het was natuurlijk, anders zou het heel moeilijk zijn geweest om nu vandaag de dag een sponsor te zoeken in deze periode waar eigenlijk het bij iedereen een beetje minder is. Maar Guimar heeft ons echt goed uit de nood geholpen en het is toch wel aangenaam geweest dat we dit toernooi konden realiseren. En dat was het eigenlijk zo een beetje. Het is voor ons qua bestuur. Is het eigenlijk een geweldige start. Kunt u de kijkers eens meer vertellen over dit toernooi? Wat houdt dit toernooi eigenlijk in? Dus het is een jeugdtoernooi en het is vanaf de categorie Green Ball. Dat zijn de jongere spelers van tussen de 7 en de 10 jaar. Die spelen dan met een bal met een groene stip. Die bal veert minder hard en minder snel dan bijvoorbeeld een normale yellow ball waar deze kinderen mee spelen. De bedoeling is natuurlijk dat de kinderen zich ontwikkelen uiteindelijk in een bepaalde fase. Elke keer een stap. Ze beginnen bij de red ball. Die is heel groot en die veert heel langzaam. Dat is voor de hele kleine kinderen vanaf 5 jaar. Dan gaan ze over naar de orange ball. Dat is een bal met een oranje stip. En dan elke keer stuit hij harder, is een beetje zwaarder, een beetje kleiner, totdat ze bij die yellow ball komen. En dat is dus eigenlijk
een programma dat uit is gezet door de ITF. En daar zijn wij dus onderdeel van en wij volgen die stappen. En het is een belangrijke ontwikkeling voor die kinderen, zodat ze eigenlijk geïnteresseerd blijven in de sport. En dat heet ook een play and stay program, dat heet het eigenlijk. En want vaak genoeg, dan, weet je, als die kinderen vanaf het begin, dan gaat het, misschien is die bal een beetje te snel en hebben ze een beetje minder zin om mee te doen met dat ding, want dan kunnen ze die bal niet raken. Dus in dit geval is er daaraan gedacht dat die kinderen op een langzame manier kunnen ze zich ontwikkelen totdat ze ready zijn om naar de volgende stap te gaan. Daarna is na de greenball heb je categorieën U12, U14 en U18. Heeft het bestuur van de Surinaamse Tennisbond nog andere kleine toernooien gepland voor de rest van dit jaar? Nee, voor dit jaar niet meer. Dit is eigenlijk het laatste toernooi voor dit jaar. Het was eigenlijk ook een beetje zeg maar een pilot voor ons. Want we willen ook even kijken hoe het, als het goed zou lukken allemaal. Vanwege de COVID-19 situatie. Dat was voor ons heel belangrijk om te kijken dat iedereen zich aan de regels hield. Dat ook zeg maar de veiligheid van de kinderen en de gezondheid van iedereen, dat was voor ons heel belangrijk. Ik moet zeggen dat iedereen zich goed aan de afspraken heeft gehouden tot nu toe. Men volgt de protocollen ook op. Dat is voor ons is dat een zeer goed teken. We kijken uit naar volgend jaar. We hopen dat de situatie heel snel zal normaliseren. Zodat we ook zeg maar weer kunnen overgaan tot het normale organiseren van de toernooien. Want dat is uiteindelijk waarvoor je het doet, toch? Die ontwikkeling. Uiteindelijk, als ze ook de, we hebben bijvoorbeeld dit jaar geen kampioenschappen gehad. En dat was ook niet echt mogelijk. Het was ook een beetje een te groot toernooi om te organiseren. Maar nogmaals, het is... Dit is voor ons eigenlijk echt weer een herstart, om het zo te noemen. En om te kijken naar het komend jaar, we zitten nu met een COVID-19-pandemie. Heeft het bestuur nog wat, of misschien plannen gemaakt voor het komend jaar? Nou kijk, plannen zijn er altijd. We wachten op de situatie om te normaliseren, om zoveel als mogelijk natuurlijk. Er zijn op dit ogenblik heel veel reisrestricties. Het is heel moeilijk om te plannen om naar, zeg maar, zelfs binnen het Caribisch gebied is het moeilijk, want het is niet alleen in Suriname hebben ze te maken ermee, maar ook in andere Caribische landen. Maar voor dit jaar bijvoorbeeld heeft de COTEC en de ITF hebben in de regio geen wedstrijden georganiseerd voor de jeugd. Er zijn wel wedstrijden voor volgend jaar gepland. En uiteraard ook zij, die planning is er voor ons, is die planning er ook. Zolang we kunnen gaan we actie ondernemen en we wachten het gewoon af. Want we zijn natuurlijk ook heel erg afhankelijk van de situatie en de autoriteiten ook natuurlijk. Ja, we komen op het punt van de ouders. Hoe hebben de ouders gereageerd op dit toernooi? Ze waren heel, 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 heel positief. En we hebben ook een heel erg goede inschrijving gehad. Er zijn ook heel veel nieuwe kinderen bijgekomen. En het is een beetje dingen om te zeggen, maar... De situatie heeft ervoor gezorgd dat veel meer kinderen zijn gaan tennissen. Omdat andere sporten niet beoefend mochten worden, zoals voetbal en zeg maar volleybal. Dus die kinderen hebben een sport gekozen in die periode waar ze wel mochten sporten. En we hebben het gemerkt, want qua inschrijvingen hebben we veel meer jongere kinderen dan bijvoorbeeld verleden jaar of zo. En dat was een zeer aangename verrassing voor ons. En we hopen dat het zo blijft natuurlijk, toch? Dat wanneer ze eenmaal die sweetie hebben gevoeld van het tennis en dat ze een leuke wedstrijd kunnen spelen, dat ze dat ook blijven doen als die andere sporten weer, zeg maar, als het weer mogelijk is om die andere sporten te beoefenen. Heeft u tenslotte misschien nog wat bij te voegen voor de kijkers? Wel, het is, ik moet zeggen, voor de STB nogmaals, het is voor ons een zeer genoegen om de kinderen te zien spelen. Dat is waarvoor we het doen. Er zijn soms momenten geweest tijdens al die lockdowns en het is toch wel een beetje een challenge om te gaan kijken van hoe gaan we dit doen? Hoe kunnen we weer beginnen met tennis? Maar uiteindelijk is het gelukt en het is hier. En met de ondersteuning van Oase en de sponsor natuurlijk is het gelukt. En we zijn zeer dankbaar daarvoor.